Hallo mensen, welkom bij een video van Euro Truck Simulator 2. Het is een hele poos sinds dat ik een video heb gemaakt. En in die tijd, ik heb daar niet speciaal heel veel gereden. Maar ik heb wel wat dingen gedaan. Zodoende ben ik nu level 4. Ik weet het, dat is echt nog niet hoog. Maar ik ben level 4. Ik heb nu, ik zie, exact 2000 kilometer gereden. Op dit account. En ik heb nu 32.215 euro op de bank staan. Ik zou nu geld kunnen lenen. Want ik heb volgens mij zelfs een e-mailtje van de bank. Dat ik volgens mij nu zelfs 150.000 zou kunnen lenen. Dus ik zou nu in principe al een vrachtwagen kunnen kopen. Ik ga alleen eerst nog wat langer door. Met werken voor iemand anders. Zonder eigen truck. Zonder eigen vrachtwagen. En op die manier wil ik wat meer geld op de bank krijgen. Zodat ik hopelijk zo min mogelijk van de bank hoef te lenen. Dat moet namelijk ook allemaal weer terugbetaald worden. Ik denk dat ik zo richting de 50/60.000 euro zelf ga verdienen. Dat ik dan een lening neem voor 50.000 om dan een kleine lichte vrachtwagen voor mezelf te kopen. En dan zit ik te denken aan bijvoorbeeld een Renault of een Iveco. Die Scania S die jullie hier nu de hele tijd voorbij zien komen, ja, dat wordt mijn uiteindelijke truc. Dat zou ik echt, die wil ik uiteindelijk hebben. Maar ja, je kunt niet in één keer je droomvrachtwagen kopen. Dus zul je eerst moeten kijken naar wat er op de markt is en wat je kunt betalen. Als ik nu even ga kijken, ik heb al een paar dealers ontdekt. Ik heb een Volvo en een man dealer ontdekt. Een Volvo is ook super truc, super vrachtwagens, maar kan ik ook gewoon nog niet betalen. Dus even kijken wat de man dealer voor mij te bieden zou hebben, mocht ik nu een vrachtwagen kunnen kopen en willen kopen. Zoals ik al zei, ik hoef niet zo'n heel sterke vrachtwagen op het begin, klein, zo goedkoop mogelijk houdend. Dat zou deze als eerste zijn. Die is basis 100.000 euro. Maar misschien kan ik die nog wel goedkoper maken. Nee, het is echt allemaal op z'n allergoedkoopste. Ja, misschien de lak. Maar de lak doe ik gewoon wat ik mooi vind. Oké, die 99.000 is dus gewoon echt op z'n allerlaagst. En man, vrachtwagens, MAN, vind ik gewoon echt heel erg lelijk. Dan wil ik voor de ter vergelijking toch even bij Volvo kijken. Kijken wat zij te bieden hebben. Ja, zie je, die is al wat duurder. 101.000, zeg maar 102.000 euro om te beginnen. En die kan ik ook niet goedkoper maken. Want stel, als je kijkt naar bijvoorbeeld deze vrachtwagen. Die is 141.000 standaard, die kan ik niet eens aanpassen. Maar die zou ik wat goedkoper kunnen maken. Omdat hier nu een 600 pk motor in zit. Stel, ik zou echt dit model willen. Maar goed, dat is toch voor de toekomst. Ik ga even kijken of ik bijvoorbeeld een Renault dealer nog kan vinden. Of een Iveco. Want dat zijn volgens mij over het algemeen wat goedkopere vrachtwagens. En dan zal ik die waarschijnlijk als eerste gaan kopen. Maar nu wil ik natuurlijk als eerste een vracht doen met jullie. En ik zie nu bovenaan de vracht die mij het meeste gaat opleveren. Is in een Volvo Aerodeath. Het is een mod die ik heb gisteren. Het is meer een Amerikaanse vrachtwagen natuurlijk. Maar ze zijn wel heel gaaf. Andere opties zouden een Scania S, de nieuwe Scania zijn. Een Mercedes nieuwe Actros of een oude Scania. Maar ik ga toch met deze, gewoon omdat het super gaaf is. Het zijn graafmachines, dus of een graafmachine. Dus ook de vracht is best leuk. En ik krijg allemaal WhatsAppjes binnen van mensen die blijkbaar met mij willen spreken. Maar ja, ik ben aan het opnemen. Dus ja, dat gaat dan nu niet even. Even nu niet, hè. Hier is de vrachtwagen met de graver achterop. De motor wil opstarten, wordt dan vast in de cabine lekker warm. Even kijken. Lichtjes aan. Heeft hij een zwaailicht achterop? Uiteraard heeft hij een zwaailicht achterop. Verder niet zo heel speciaal de truc.
Maar ja, de graafmachine achterop is wel gaaf op zich. Een 24 tons lading. Even kijken, laten we maar weer op de kaart zetten. Dat de kaart in de vrachtwagen zelf mag uit. Die gebruik ik eigenlijk nooit. Dus het heel hoog is het toeren. Eens kijken. Heeft dat luchtdruksysteem voor de remmen al genoeg druk? Volgens mij wel. Dus ik zou nu eens een versnelling kunnen zetten. Want de lichten staan aan. Ruitenwissers mogen van op standje 2. En dan gaan we maar rijden. En dan zet ik deze even op het punt waar ik, als het goed is, ga ik zo meteen mijn cruise control kunnen zien. En dan gaan we op naar Felixstowe, dacht ik. Ja, Felixstowe als eindlocatie. Ik ga jullie niet heel deze... Oh, een beetje insturen. Ik ga niet heel de rit zo live, als ik het live mag noemen. Ik ga niet altijd tegen jullie praten. Want ik begin zo meteen met een timelapse. Dat ga ik vanaf nu doen. Dan zien jullie wel heel de rit. Ik knip niks weg. Maar de video's worden daardoor wat korter. En ik denk daardoor iets beter en iets fijner om naar te kijken. Chips. En ik had al eerder moeten kijken of ik schade aan de vrachtwagen. En dat gaat mij dus minder geld opleveren. Maar goed. Op zich dan moet ik meer ladingen doen voordat ik een eigen vrachtwagen krijg. En dat is stom. Maar dan kan ik ook meer vrachtwagens uitproberen. Want dat wil ik ook gaan doen. Een beetje vrachtwagens uitproberen om te kijken van die wat goedkopere vrachtwagens. Dus ook de MAN. Welke nou eigenlijk het fijnste rijdt. Want dat maakt uiteraard ook uit. Oh ja, ik merk nu, deze vrachtwagen heeft ook interieurlampen. En die zit op dezelfde knop als die van het zwaailicht. Maar ik wil dat interieurlicht niet aan. Dus dan gaat de zwaailicht ook maar uit. Nou, nog 285 kilometer te gaan. Dat is natuurlijk een heel erg lange rit. Ik moet wel met de ferry over. Oh. Geef je mijn voorrang? Ja, had je niet moeten doen. Want ik had jouw voorrang moeten geven. Maar als je dan toch stil gaat staan, dan pik ik lekker dat plekje in. Dus we gaan nu als eerste richting de haven, richting de ferry. Volgens mij zijn we daar al heel erg dichtbij op de kaart, zie ik hem al. Dus ja, laat een timelapse maar beginnen, zou ik zeggen.
Nou, nog 14 kilometer te gaan van deze rit. Volgens mij hebben we er nu 20 minuten langer over gedaan. In het spel, als het ware. Niet echt 20 minuten, maar 20 minuten voor het spel. Als in eerste instantie gepland. Want deze vrachtwagen heeft blijkbaar niet zo heel erg veel power. Dus heuvels op, dat ging niet zo hard. Ik weet niet of jullie het hebben gezien. Maar vlak voordat we de ferry opgingen in Calais. Ja, toen ging het bijna fout. Toen lag hij bijna op zijn zij. Hoe dat kon, snap ik niet helemaal. Want ik ging helemaal niet zo heel erg hard. Maar ja, toen viel hij bijna om. Dat was niet zo mooi geweest. Dan hadden we heel veel schade gehad. En misschien dat ik zelfs wel de wegenwacht zelf had moeten betalen. Dat weet ik eigenlijk niet. Of de wegenwacht dan gedekt wordt door de werkgever. Omdat ik niet zelf moet betalen. Maar dat had me en best wel wat tijd gekost. En in ieder geval aan inkomen gekost. En misschien zelfs nog wel gewoon normaal geld gekost. Dus dan had ik eigenlijk helemaal niks verdiend aan deze baan. Aan deze job. Maar goed, we zijn er bijna. Nog maar 1 kilometer. Daar is het. Bij 3. Of 3ET, ja, hoe je het ook wil zeggen. Het is een houtbedrijf en er staat het echt niet. Dus ja. Even kijken waar ik hem moet neerzetten. Als het daar is. Ja, het is waar het is. Het is waarschijnlijk waar ik denk dat het is. Dus dan is het slimst om achteruit daar naartoe te gaan. Oké, ik ga niks raken. Niet fors meer sturen. Ja, mooi. Ik heb hier de vorige job die ik deed, moest ik ook bij dit bedrijf zijn, althans niet op deze exacte locatie. Wel bij ditzelfde bedrijf moest ik forklift trucks afleveren. Nu moest ik ook in deze locatie in zo'nzelfde locatie parkeren. Maar dat is een goede oefening voor achteruit rijden. Al is deze nog geen zo heel erg moeilijk, want hier heb je alle ruimte. Ze zijn er ook bij waar je achteruit achter de supermarkt bijvoorbeeld. Een heel smal straatje. Goed, en ik denk. Ja. Nou, ik ga lekker niet vooruit zetten. Dat is het werk voor een ander. Zo, even kijken. Heb ik nog spullen achter u liggen die van mij zijn? Nee. Deze vrachtwagen gaat nu natuurlijk naar iemand anders toe. Ja, dat was deze job. Eens kijken hoe we het hebben gedaan. Hoe hebben we het gedaan? We hebben het geweldig gedaan volgens het spel. Eens even zien. 4.395 euro erbij en 320 XP. Ik ben alweer halverwege. Nou, wat? Ruim over de helft. Van level 4. En dat is mooi. Wat dat betekent dat we binnenkort... Oh, nee. Dit was de verkeerde. Weer een nieuwe vaardigheid kunnen doen. En dat gaat vooral uitmaken tegen de tijd dat ik een eigen truc heb. Bijvoorbeeld als ik milieuvriendelijk rijden ga selecteren nu. Dan ga ik minder brandstof verbruiken. En dat maakt nu niet uit, omdat nu de brandstof gedekt wordt door het bedrijf waarvoor ik werk. Als ik een eigen vrachtwagen heb, dan gaat het wel mooi worden. Maar goed, hey mensen, dat was deze aflevering. Dus ik ga je hartstikke bedanken voor het kijken van deze video. Ik zie je nog wel weer in de volgende. Ciao!